Ik krijg wel eens de vraag, wat is nou beter? Kan ik nou beter trainen op apparaten of kan ik nou beter trainen met losse oefeningen? Nou, het antwoord daarop is eigenlijk, het hangt ervan af. 9 van de 10 keer ben ik zelf een voorstander van functioneel trainen. Dat betekent losse oefeningen. Maar het hangt helemaal van je doel af. Bijvoorbeeld, je kan een prima squat gaan maken, maar als jouw core niet heel sterk is, dan zou je toch eerst aan je core moeten werken, wil je goed een squat kunnen maken. Stel je voor dat je nou toch echt heel graag benen wil trainen, ja, dan kan dus een leg press wel degelijk een voordeel zijn, omdat je daarmee je rug uitschakelt en toch lekker zwaar je benen kan belasten. Dus ja, beide trainingsmethoden hebben een bestaansrecht. Alleen je moet kijken, wat is voor jou belangrijk en wat is dan de beste methode? Een losse oefening of een apparaat? Nou, doe deze kennis wat je wil. Wil je meer advies? Neem contact met me op via www.fitbewust.nl.